Zondag 3 februari, gel-lak, inclusief 4 wraps plus nail art voor €22,50. Kijk, ik hang mooi op de deur hier bij Daisy van Velsen, de nagelstudio. We gaan gewoon even gezellig naar binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, wat ruikt het hier lekker. Ja, ik pak heel even een stoel als dat mag. En als het niet mag, doe ik het toch. Mag ik uw naam eens even weten? Ik heet Laura. Laura, wat ga je laten doen? Ik ga eigenlijk mijn wimpers laten doen en mijn wenkbrauwen. Je wimpers en je wenkbrauwen? Ja. Want ik zag buiten allemaal over nagels staan, maar ook de wenkbrauwen en de wimpers? Ja, klopt. Ja. Oké, en wat kost dat als ik vragen mag? Een nieuwe set kost €95, 3D. En bonbon kost €75. Zal ik eens gewoon heel gek gaan doen vandaag? Ja. Zal ik jou je wimpers en je wenkbrauwen gewoon cadeau gaan geven, nou, namens alle winkeliers? Het lijkt me hartstikke leuk. Heb ik één vraag. Wat ga je doen met die €75 die je overhoudt? Nou, ik heb 4 dochters, dus misschien iets voor mijn dochters kopen. Nou, dat vind ik wel hartstikke lief. Ja. Ik ben al bij de Intertoys geweest, dan zou ik zeggen, loop even mee. Maar daar zijn we al geweest. Ja. Maar dat ga je gewoon cadeau krijgen vandaag. Nou, wat gaaf. Super, bedankt. Ja, ik wil alleen wel een beetje zien. Kan ik zien hoe dat eruit ziet? Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Ja, lopen we even die kant op. Oh, dit is wel echt heel leuk. We mogen hier naar binnen. Goedemiddag. Niet schrik. Oh, dit ziet er hier mooi uit, zeg. Hallo. Nou ja, Laura, ik zou zeggen, ga lekker liggen. Gaan wij even meekijken, want dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Geverfd die wenkbrauwen. Wat is nu het voordeel ten opzichte van tatoeëren? Want tegenwoordig hoor je ook heel vaak dat er getatoeëerd wordt. Nou ja, dit is natuurlijk een keuze van mevrouw zelf. En tatoeëren, dat is natuurlijk wel tijdelijk. Of in ieder geval wat langer. En dit is natuurlijk na een paar weken vervaagt het al. Maar het lijkt me ook een goede keuze als je wil gaan laten tatoeëren, dat je eerst dit eens even goed uit gaat proberen, toch? Zeker. Klopt. Je moet eerst even kijken wat het beste bij jou past. En kijk je nu heel erg naar de haarkleur ook voor de wenkbrauwen? Deze mevrouw wil het een beetje dezelfde kleur als de eigen haar. De eigen haarkleur. En dan maak het een beetje gelijk. Kijk, met tatoeëren dan... kan je op verschillende manieren doen. Natuurlijk doe ik zelf niet, daar is weer een andere stylist voor. Maar dat kan hier ook wel bij jullie? Dat kan hier ook, ja. Klopt. Ja. Oké, nou dat is mooi. Dus je kan het eerst even uittesten. En als je denkt van ik wil het gewoon permanent hebben, dan laat je het tatoeëren. Ja, inderdaad. En dan gaan ze het helemaal eerst een gesprek met je voeren natuurlijk. Wat je wensen zijn. En dan gaan ze een beetje kijken wat er bij je gezicht past. En dan als de klant tevreden is, dan gaan ze het helemaal doen. En dan kan je verschillende manieren kiezen. Ja, je hebt van strokes, wenkbrauwen, speciale wenkbrauwtechnieken. Nou, nu moet je morgen tot 7:00 zo blijven liggen. Ja, de bekken zijn heerlijk zacht en ze zijn ook verwarmd. Daarom. Nou, gaat zo je wenkbrauwen ook nog doen volgens mij, hè? Ja. Nou, die gaan wij niet meenemen meer, de wimpers, want we willen nog langs wat andere winkeliers, hè? Want ik wil nog meer mensen blij maken. Dus ik ga voor jou afrekenen. Okay. En doe je dochters de groeten, hè? Ja, nou hartstikke bedankt. Echt superleuk dit. Nou, graag gedaan namens alle winkeliers. Okay. En geniet ervan. Oké, bedankt, hè. Ja, graag gedaan. Dag. Doeg. De kast is daar, hè? Oké, tot ziens. Zo, nou die ligt nog wel even. En die ligt volgens mij helemaal relaxed. En zeker nu ze weet dat er helemaal niks kost. Ik ga €75 pinnen voor die mevrouw. En daar heeft ze wenkbrauwen voor en wimpers. Ja, als het mag, heel graag. Ja, dank u wel. Nou, dus ze was heel blij mee. Ja, ze was er heel erg blij mee. Ze had al tegen de dochters gezegd dat ze hoopte dat ze me tegen zou komen. Okay. Dus dat is mooi. En het... Ja, en het pinbonnetje. Oké, dank u wel. En een heel fijn weekend, hè? Oké, dank u wel. Dag.